nagedacht van wat zou ik zelf willen in een festival. En dat is veel. Een veelheid aan artiesten, maar ook aan richtingen. Dus dat kan gaan van heel diepgravende debatten, woordduels, maar ook redelijk idiote optredens. Ik ken Jimmy nou ook, een bingoavond. Grote namen als Jonathan Franzen komen. Dus gewoon de veelheid, omdat dat de verbeelding aan de gang zet. En dat is wat ik wil in het festival. De studenten die moeten naar het hart van Brussel komen en daar gebeurt alles. En het is dus belangrijk van niet alleen feiten te gaan slikken op de VUB zelf, maar ook dingen te gaan ontdekken en de stad in te gaan. Zelf kijk ik enorm uit naar het doopfeest van mijn nieuwe roman. Die heet Wat alleen wij horen. Dat is meteen ook het startschot van het Bang Festival. Met een optreden van de leukste meidengroep ter wereld, kent Jimmy ook. En vooral ook een wandtekening van Rinus van de Velde die onthuld wordt. Hij heeft die gebaseerd op mijn verhaal. En dat vind ik heel mooi, dat je verhalen, ideeën kan doorgeven. Want zo werkt de verbeelding en zo werkt de stad van de toekomst en de studenten van de toekomst. Tahoe, nam, nam, lekker, lekker, nam, nam, tahoe.